Dus Mark, wat zijn de grenzen aan de democratie? Ja, de democratie die moet zich natuurlijk alleen beperken tot dat gebied waar alle mondige burgers zich kunnen over uitspreken in een onderling gesprek. Dat houdt in dat, hoe zou ik zeggen, waar je als gelijkwaardige burgers tegenover elkaar staat. Maar om de grenzen van de democratie goed te kunnen definiëren, moet je natuurlijk ook, denk ik, altijd moet je kunnen uitgaan van het begrip van de sociale drieëndeling. Waar je dus in de maatschappij een geestesleven of een cultureel leven kunt onderscheiden, zijn er dus wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, religie en al wat je wil. En een economisch aspect, wat betrekking heeft tot het produceren en distribueren en consumeren van goederen. Dat is de economie om in ons levensonderhoud, lichamelijk levensonderhoud, te voorzien. En dan het rechtsleven. We kennen allemaal de leuze van de Franse Revolutie. En die is eigenlijk, tot op heden zijn we er nog niet in geslaagd om die principes van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid op de juiste manier toe te passen. En veel cultuurfilosofen of sociologen of filosofen zeggen, ja, maar dan kan je toch, die sommige begrippen zijn zo tegensprekelijk dat je die nooit op een fatsoenlijke manier kan implementeren. Maar de juiste implementatie kan gebeuren wanneer je de vrijheid laat regeren of laat domineren of laat gelden in het gebied van het geestesleven. De broederlijkheid of solidariteit, zo kan je het ook noemen, in het economische leven. En de gelijkheid in het rechtsleven. En je mag ze niet verwisselen. De vrijheid kan je bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, niet toepassen op het economische leven. Want als je dat doet, dan krijg je het kapitalistisch liberalisme, waarbij onderneming A, onderneming B moet kapot concurreren. Dat is het principe van de vrijheid in de economie en niet de broederlijkheid of de solidariteit. En de gelijkheid bijvoorbeeld, die wel in het rechtsleven thuis hoort, die kan je niet gaan toepassen op het geestesleven. Want dan krijg je fascisme, dan krijg je politiek correct denken, dan krijg je censuur. Gelijk het bolsjewisme bijvoorbeeld, is daar een typisch voorbeeld van. Dus de gelijkheid die moet in het rechtsleven thuis horen. En van het ogenblik dat de economie zich bijvoorbeeld begint te moeien met het rechtsleven, dat wil zeggen door de lobbyisten, zoals dat tegenwoordig gebeurt vanuit de economie, om de wetgever te beïnvloeden en wetten te kneden in het voordeel van multinationals en noem maar op en eraan, dan is dat eigenlijk grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk moeten we onze democratie op dit moment is zo zwak, of zo onbestaande misschien zelfs, dat zij niet in staat is die lobbykracht terug te dringen en terug te fluiten. Dus het is de taak van de democratie om zich zo zelfstandig, onafhankelijk van de economie, maar ook onafhankelijk van het geestesleven. En wat bedoel ik met onafhankelijk van het geestesleven? Dat vanuit de wetenschap, vanuit religie, niet de wetten worden beïnvloed. Een voorbeeld bijvoorbeeld van waar de religie wel de wetten beïnvloedt, was vroeger bij het oude katholicisme. Maar die heb je nu nog altijd bij de islam. Want de Koran is een wetboek. En de mensen, of de islamieten, die kunnen, hoe zou ik zeggen, niet op een democratische manier hun wetten stemmen. Omdat de islam zelf bepaalt de wet. Want Allah heeft de wet bepaald, snap je? En daar doet het geestesleven eigenlijk aan grensoverschrijdend gedrag naar de democratie toe. Dus de taak van de democratie is eigenlijk om een eigen dynamiek te ontwikkelen die zowel het geestesleven als het economisch leven op zijn plaats kan houden. Dat is ongeveer samengevat waar het eigenlijk op neerkomt. En het is juist in de democratie, hoe zou ik zeggen, waar is daar het gelijkheidsprincipe van? Dat moet eigenlijk berusten op een
rechtvaardigheidsgevoel dat alle mensen onder elkaar kunnen hebben. Doe niet aan iemand anders wat je ook niet aan jezelf, wat je ook niet aan jezelf wilt hebben dat aan u aangedaan wordt. En wanneer de mensen zo met elkaar in gesprek gaan, dan zullen ze in een gesprek waar iedereen vrij spreekrecht heeft en vrij stemrecht heeft, zal daar wel een wetgeving uitkomen waar de meerderheid van de mensen zich goed bij voelen. En dat principe van, hoe zou ik zeggen, de hartekracht die zo kan ontstaan, omdat het rechtvaardigheidsgevoel toch tenminste, ik noem dat maar een hartekracht is, het aanvoelen van uw medemens, dan, als dat krachtig wordt, dan kan dat krachtig genoeg zijn om de kille wetenschap en de, hoe zou ik zeggen, de tot slavernij neigende economie, om die op een plaats terug te dringen. Zodat de samenleving rechtvaardiger wordt. En zo kunnen dus wetten ontstaan die de economie rechtvaardiger maken. En zo kunnen er wetten ontstaan die de mensen vrijmaken in hun spreekrecht en hun denkrecht en in hun toegang tot vrije informatie bijvoorbeeld. Dat hoort er ook bij. Goed. Ik weet niet of het duidelijk is. Ja. Ja, voor mij wel. Ja. En ook de democratie moet binnen zijn grenzen blijven. Ik bedoel, de democratie moet zich ook niet moeien met het geestesleven. Ja, ja. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld over de juistheid van de stelling van Pythagoras, daar ga je niet over stemmen. Mm-hmm. Die is juist of die is niet juist. Nee. Een ander voorbeeld is dat de democratie of de staat, dat is eigenlijk de democratie is het gebied van de staat, zich ook niet mag moeien met de inhoud van het onderwijs. Dat het geestesleven zelfstandig bepaalt wat onderwezen wordt. En dat de staat zich ook niet bezighoudt met de economie. Dus de staat moet geen bedrijven oprichten. Nee. Maar de staat moet wel kijken, moet wel toezien als vrije ondernemers en vrije medewerkers in die ondernemingen, als die contracten en overeenkomsten sluiten, dan moet de staat alleen kijken, zijn die contracten rechtvaardig? Die moet toezien op de rechtvaardigheid van de economie, maar moet zelf geen economische activiteit ontplooien. Dus dat zijn de grenzen die we eigenlijk moeten in het oog houden. Oké, Mark, hartelijk dank. Het lijkt nog abstract en waarschijnlijk voor velen, maar dat zal straks misschien duidelijker worden. Ook met de vragen gaan we dan misschien de geledingen beter kunnen afbakenen door de vragen te beantwoorden. Nu, Bernard, wou iets zeggen rond dit thema, Bernard? Ja, maar misschien moet ik de vragen straks stellen of thema per thema. Misschien als het een verduidelijking is van dat wat Mark zei, kan het nu. Maar als het meer is, ja, dan straks. Ja, het is eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, ik probeer het te begrijpen. Het is een beetje een concept. Dus dat zijn eigenlijk allemaal rollen. Ik beschouw het als allemaal rollen. Oh, ja. Je hebt de sociale rol, het rechtsleven is een rol, het geestesleven is een rol. En is democratie dan ook een rol die gespeeld wordt? Ja. Maar dus het is een rol die... De mens is het verbindende van de drie geledingen, van die drie gebieden. De mens staat in de drie gebieden. Hij produceert, hij consumeert en hij verhandelt misschien ook. Hè? Dus zo staat hij in het economisch veld. Hij staat in het rechtsleven doordat hij mee de wetten kan maken, dus initiatief kan nemen en ook erover kan stemmen. En hij staat in het geestesleven doordat hij een denkend wezen is, doordat hij onderwijs volgt of geeft of opvoeding geeft of krijgt. Of dat onderzoek hij krijgt. Onderzoek doet, of dat hij een religieuze kunst en zo verder. Dus zo staat de mens in al de drie gebieden en is hij de verbinder van de samenleving. Maar om die goed te laten werken, moet men die drie gebieden gaan afscheiden. Echt gaan afscheiden.
Je moet een autonome dynamiek krijgen. En de dynamiek in het geestesleven is de vrijheid. De dynamiek in het rechtsleven op de staat is de gelijkheid. En de dynamiek in de economie is de broederlijkheid. En je mag ze dus niet verwisselen of niet mengen. En dat is een kwestie, ik noem dat sociale hygiëne. Je moet met die zaken hygiënisch omgaan. En als je, gelijk iemand die ook in het dagelijks leven onhygiënisch leeft, je wordt ziek. En een samenleving die onhygiënisch is geordend, die wordt ziek. En daarmee ook de mensen die erin wonen. Dus het is eigenlijk een gezondmakend principe. Oké, straks zal het misschien duidelijker worden. Maar dus dat was eigenlijk een eerste onderscheiding als we het over democratie hebben. Dus de democratisering van het onderwijs hoort je, of de economie moet sterker worden en zo verder. Dat kan dan al beginnen te gaan plaatsen in het gezond maken of dit wat nu ongezond is, hè, in de juiste geleding aan te pakken. Het volgende punt is een beetje, wacht, hè. Bernard, hartelijk dank dat jij dat hier allemaal zo opschrijft en zo. Ah ja, grenzen van de democratie, dat hebben we net besproken. En missie, visie en strategie, ja, dat klopt. Dus ik had dan net met Matthias al een voorgesprek zo. Wij zijn in 1995 begonnen, naar aanleiding van de Zwarte Zondag. En nog zelfs voor de Witte Mars, op impuls van Joseph Beuys, een kunstenaar die dus de omnibus voor directe democratie in Duitsland opzette. Dus als kunstwerk eigenlijk. Sociale kunst. Hij zag als een democratie als een sociale kunst. En hij is ook de Groene opgericht. En ook meer democratie in Duitsland. Dus in 85 of zelfs eind jaren 70 is het daarmee begonnen. En hier waren we, en was er een denklukje van hoe gaan dat ook, wat is er nu aan de orde? En er waren drie zaken aan de orde. Direct democratie, zoals dat in Zwitserland is. Het bevrijden van de arbeid, het basisinkomen. En dan de vrijheid van onderwijs. Hè. Maar alleen meer democratie heeft het overleefd. De rest zijn ofwel verwerkelijk ofwel door andere groepen overgenomen, basisinkomen, dus toch wel enzovoort. Dus, en geleidelijk aan, dus we hebben dan dat boek ontwikkeld. Ik zal het even laten zien. Voilà. Dus wat je nu ziet, zijn ongeveer een duizendtal artikels op de website. Maar als basisboek vind je dus hier, hè, boeken en artikels. En dan heeft men het basisboek Direct Democratie, Feiten, Argumenten en Ervaringen. Dus nu ook via printing on demand te koop. En het is al in 10 talen ter beschikking. Dus we hebben dat gedaan samen met Democracy International, dat wij ook mee opgericht hebben. Democracy International en het initiatief en het referendum instituut. Dus, ik druk op de verkeerde knop. Voilà. Download. Voilà. Dus je kunt het hier tot nu toe nog gratis downloaden. Dan hebben wij de Europese referendumcampagne gehouden. En België had net het... Karel de Gucht had voorgesteld een referendum te houden. Maar er ontbrak één stem en dat was van Spirit. En dus is er in België geen referendum komen, maar wel in Nederland. En dan is het afgekeurd in Frankrijk. Hetzelfde en zo verder. Dus dan waren ze beu. Dus dan laat gewoon zien wat de kracht is van het referendum. Hè. Dus toen waren de politici nog naïef. We gaan
we gaan dat toch toelaten zo. Hè. Maar daar zijn ze dus nu ondertussen helemaal op teruggekomen. Wereldwijd wordt het referendum ja, geblokkeerd. En als er dan één is, dan zijn dat plebisciten. Zoals de Brexit een plebiscite is. Dat is een referendum dat de overheid initieert. Dus de baas, hè, de chef, die doet een bevraging om zijn goedwil te laten zien. Van kijk, of hij raakt er niet aan uit, of heeft politieke spelletjes, dat zijn allemaal spelletjes. Hè, dus, en zo wordt het begrip democratie en referendum volledig uitgehold. Hè. Dus dat was echt een mokerslag voor de democratiebeweging. Dus dat die Brexit dan ontstaan. Allee, dat was het. En dan, ja, dus hetgeen dat je net zei, is onze nieuwe site. En we hebben ook een petitie lopen. En een eigen petitiewebsite, petitie.be. Iedereen kan daar een petitie starten. Agnes heeft daarin gestart. Hè. Agnes, hartelijk dank. Ja, vrienden van mij. Ja. Meer dan een amai, proficiat. Ja. Ja. En dus, in dus, de lockdown. Ja. Heel goed. En dan hebben we... We zijn nu met petitie 2 systeem aan het uitwerken. Samen met andere, hopelijk toch andere partners, zal ik zeggen. Burgercomité's en zo. Want het is nu juist de burger die... Ja, we hopen dat de burger daar massaal gebruik van maakt om hun recht aan hun kant te krijgen. En ja, er zijn ongeveer 2 petities per week die starten. Dus 100 per jaar. En ik denk dat er nu al een 500 petities gelopen heeft. En Ivar is moderator geweest tot 2 jaar. Ja, fantastisch. En voilà, dus nu zijn we, doen wij verder. We hebben de kandidatenbevraging gedaan bij de verkiezingen. Hoe de kandidaten denken over directe democratie. Mag en dan verder. Stellen, rond dat thema, ja. Zijn er al resultaten geboekt met die petities? Weet je daarvan? Onze federale petitie. Gewoon petities die veel handen. Ja. Dat ja, ja. De regering had en zo. Ja. Kijk, veel petities hebben zo al resultaat bij overheden. Door dat te beginnen. Ja, misschien dat Ivar dat gewoon... Ja, ik wil dat misschien nog wel even toelichten. Zo. Inderdaad, zoals Bert zegt, het eigenste feit dat er een petitie begint... Ja, appelleert soms toch ook aan het gevoel bij een politicus van verdorie, ja, dus juist, daar moesten we nog iets doen, of dat is juist. En die pakken dat thema eigenlijk op, onafhankelijk van hoeveel handtekeningen dat er komen. Een heel bekend thema, dat is denk ik ook een heel grote petitie geweest, is dat van de registratie en bevolkingsregister van ongeboren kinderen. Ja. Dus, of doodgeboren kinderen, beter gezegd. Daar is ook heel veel, dat is ook heel goed opgepakt geweest. Enfin, een petitie wordt zelden met veel bombarie aangeboden. Eigenlijk, de politiek volgt ons, dat is sowieso, dat is gewoon zo. Ja, dat kunnen we merken aan dingen die in de krant komen, politici die uitspraken gaan doen. Gewoon de dag dan dat de petitie erop staat en zo, weet je wat. Dus in die zin, ja... Dat werkt wel heel krachtig. Je mocht u niet blind staren op de aantal handtekeningen. Die zijn bij ons relatief laag vergeleken bij sites die dat heel erg die handtekeningen gaan pushen. Ook heel weinig vragen. Bij ons wordt er wel een groot bewustzijn gevraagd voordat je echt meetelt als handtekening. En ja, ik denk dat dat ook goed is. Dat is ook een onderdeel van de opgave eigenlijk, om serieus daarin te zijn, een verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken, voordat je eigenlijk een handtekening hebt gezet. Voilà. Ja, bedankt, Ivar.
Goed, dus we doen daaraan verder. Misschien dat Bert daar mee werkt of zoiets. We zullen het zien. Hè. Dan het volgende punt eigenlijk heb ik het al gezegd, hè, hoe kunnen we nagaan dat fundamentele democratische waarden geschonden worden? Dat is de lakmoesproef. Hè. Dus zodra dat men geen initiatief kan nemen rond een wet, hè, is eigenlijk het democratisch beginsel geschonden. Ik stel daarom voor dat we naar Erik gaan luisteren. Erik, zit je daar zitten? En wilt jij je tekst delen? Ja, ik kan mijn tekst delen. Hè. Amai, dat ben ik echt. Kijk er echt naar uit. Dus, dit deel 4, dus het eerste derde deel dat we nu gaan geven. Dus we kunnen begrijpen dat we niet helemaal op alle vragen gaan kunnen ingaan. En dat gaan we pas kunnen doen als we de 3 delen gehad hebben. Want het is eigenlijk een geheel. En de adaptie van ons systeem, zal ik zeggen, waarin we nu leven, van toch niet zo democratisch, als ik het zo braaf mag uitdrukken, maar daar waar dat de burgers echt het eigen het heft in handen hebben, dat is voor vele mensen een heel lange weg. Gemiddeld neemt dat 2 jaar in beslag, voordat men echt het helemaal doorheeft. Dus de moeilijke vragen gaan we pas binnen 3 sessies. Dus dit is de eerste sessie, volgende keer binnen 2 weken, dus de 25e zeker. Het tweede deel dat Erik gaat geven en daarna het derde deel, het moeilijkste deel, waarvan we hopen dat er toch een kan opbouwen. En er zullen mensen bij komen, maar toch geven we telkens wat een briefing, zal ik zeggen, waar we gekomen zijn. Hè? Dus, Erik. Ja, dus we gaan het hebben over de fundamenten van de democratische rechtsstaat. Dat is een voorstelling van onze vereniging, Meer Democratie. Ik ga daar vlug over gaan, want er is daar al het een en het ander over verteld. We zijn dus een onafhankelijke burgerbeweging in Vlaanderen in uitbreiding naar België toe, omdat we dus samenwerken met onze Waalse vrienden. Wat is onze bedoeling? We willen directe democratie implementeren, omdat we vinden dus dat België geen democratische staat is. België is geen democratie, daar zijn wij volledig van overtuigd. En we willen graag dat België wel een democratie wordt. We zijn dus politiek ongebonden en worden ook niet gesubsidieerd. We krijgen dus lidgelden en we proberen ook gesponsord te worden. Voor de rest werken we alleen voorlopig met vrijwilligers. We zijn dus opgericht in 1995, zoals dat Bert zei, als werkgroep implementatie tijdsgeest. Die naam is dan veranderd. Dus er is heel veel gebrainstormd geweest over hoe dat een rechtsstaat, een democratische staat, er zou moeten uitzien. En dat heeft zich dan vertaald in de publicatie van ons boek Democratie.nu. Wat dat we nu uitgeven of verkopen, dat is al een andere versie, een bijgewerkte versie. Maar dus, dat was de eerste uitgave en dat was volledig op naam van Jos Verhulst. Dat is eigenlijk onze mentor die ons volledig dus gestuurd heeft naar die begrippen van dus een democratische rechtsstaat. In 2015 hebben we dus de petitiewebsite opgericht waar we het er net over hadden en die bestaat nog altijd. In 2017, ik ga er dus kort door, hè, hebben we dus een ontwerp gemaakt voor een gewestelijke volksraadpleging. We hebben daar een klein jaar aan gewerkt, wekelijks, maar dat is dus gewoon aan de kant geschoven door onze heren en dames politici op nog geen minuut of 2 tijd. Dan in 2018 hebben we onze naam veranderd, Meer Democratie.
En dat is nog altijd het geval. Heden, 2020. Zo heel kort de inhoud. Ik ga het uur in toog houden. Dus we vertrekken van een premisse. Namelijk de rechtsstaat. De democratische staat. We gaan het even hebben over de driezijdigheid van mens en samenleving. En dan komen we bij logica van de democratie. En dat is dat verschrikkelijke web van de particratie. Normaal doe ik een uitstap naar Hellas, maar anders kan Bert dat ook doen. En dus in het verleden, dat is Griekenland. En nu het heden, ten dagen Zwitserland. Want dat is het eigenlijk het enige echte, direct democratische land dat we nu hier kennen. Hè. Zeker in Europa. Waarmee dat ik dus wil zeggen dat dus de andere Europese landen geen democratieën zijn. Hè. Dus dat wij zeggen dat alleen Zwitserland de naam democratie waardig is. En dan kan er nog wat een en ander meer gezegd worden over onze vereniging Meer Democratie en hoe dan we dus welke visie dat we hanteren, welke strategie dat we willen gebruiken. En om er dus dat allemaal wezenlijk te krijgen. Vooraleer dat ik de volgende slide presenteer, dan er wordt dikwijls aan ons gevraagd, bevinden jullie zich nu aan de linkerkant of de rechterkant van het politieke spectrum? Of zijn jullie extreem rechts of extreem links? En dat is dan eigenlijk ons antwoord. Dus zowel als dat je naar links gaat of naar rechts gaat, je komt toch maar in het slachthuis van de partijpolitiek terecht. Nu, misschien daarop zeggen, Erik, dat onze schaal gaat van democratisch naar niet democratisch. Hè. Dus wij zijn politiek neutraal. Dat wil zeggen dat wij daar een tolerantie verwachten van de mensen die met ons meewerken naar hun partijvoorkeur of zoiets. Wij vragen daar absolute tolerantie rond. Want onze schaal is democratisch of niet democratisch en of dictatoriaal. Dat is onze gezichtspunt. En dat is een vruchtbaarder gezichtspunt naar de samenleving te kijken. En dan gaat men ook de zogenaamde links-rechts tegenstelling kunnen vatten wat dat eigenlijk is. Het gaat eigenlijk over democratie of dictatuur. Ja. Sorry. Goed. Ik ben toch te verstaan, hè? Ja. Mij toch. Ja. Goed. Ik wil voor de lezing vertrekken van een premisse. Dus er wordt altijd maar gezegd, België is een democratische rechtsstaat. Maar is dat zo? Dus voor ons niet. Wij zeggen dat België geen rechtsstaat is, maar België is voor ons ook geen democratische staat. Maar als je dat zegt, moet je dat natuurlijk wel uitleggen. En ook, we zien hier staan België, maar in welke betekenis gebruiken we dat? Daar gaan we het eerst over hebben. En dan, als we het over rechtsstaat hebben, moeten we ons afvragen dus wat dat recht is. En als we het over een democratische staat hebben, moeten we dus ons ook afvragen wat dat democratie is. Eerst en vooral, België. Als we lezen in de krant in 1940, Duitsland valt België binnen. Wat bedoelt men dan? België, het grondgebied? Ja, waarschijnlijk wel. Een grondgebied kunnen binnenvallen. Maar als we het hebben over Duitsland in die zin, dan weten we dat dat niet grondgebied is. Maar is dat dan het volk, het Duitse volk, dat België binnenvalt? Als er in de krant staat, Duitsland verklaart de oorlog aan België. Ja, België, bedoelen ze dan de regering? Hè? Verklaart Duitsland, zijn dat dan die Duitse burgers die de oorlog verklaren aan de Belgische regering? Of aan wie verklaren zij de oorlog? Niet aan het grondgebied, want ja, dat kan niet. En Duitsland, zijn dat de burgers die de oorlog verklaren? Of zijn dat de politici die de oorlog verklaren? En dan kunnen we ons afvragen, zijn het ook diegenen die de oorlog verklaren, die ook binnenvallen in dat gebied? Dus
Of zijn het die die geen oorlog verklaren? Allee, er is daar een onduidelijkheid. Als Michel of als bijvoorbeeld Verhofstadt in der tijd excuses aanbiedt voor het kolonialisme of wat dan ook, in naam van België, ja, wie bedoelt hij dan met België? Als politici zomaar verklaringen afleggen en ze zeggen, ja, het is in de naam van België, moeten we ons toch duidelijk afvragen voor wat dat, dat begrip België dan staat. Want ik vind dat eigenlijk niet vanzelfsprekend. Als bijvoorbeeld, ik vroeg, er was een professor die sprak over de oorlog 1418. En hij zei dan, ja, wat hebt u daaruit geleerd? En dan had ik een antwoord gegeven van, ja, dat onze echte vijand niet een dienen is die we dan met tegen te strijden trekken, maar wel de politici die ons verplichten van te strijden te trekken. He? Dus we kunnen het op die manier ook nog bekijken. He? Eerst en vooral de rechtsstaat en dan gaan we het over de democratische staat hebben. Dus we gaan het begrip recht situeren en wat het ook definiëren. Dan gaan we de rechtsstaat tegenover de bestuurstaat stellen, het doel van het recht, de creatie van recht en dan gaan we het ook nog over de democratische mens hebben. En ik wil vertrekken vanuit de situering van het begrip recht. Mag ik even onderbreken? Is er iemand die zijn micro aan heeft staan? En dat lawaai is. Ik weet niet, ik heb geen scherm. Heeft dat met mij te maken, Bert? Misschien, ik weet het niet. Ik ben Marie-Claire, hè? Ja, dank u, Marie-Claire. Ik hoor heel veel bijlawaai. En kunt je de presentatie niet volgen? Ja, wat dat het ligt. Ik wou het even laten weten. Dat is gewoon, vaak iemand die zijn micro... Kan iedereen de presentatie zien? Ja, zeker. Ja, het is oké. Alleen Erik, misschien af en toe iets luider praten of wat korter bij de micro. Nog iets luider? Ja. Dit is goed hoor. Zo is het goed, ja. Ja. De centraal Erik, ik heb alle microfoons afgezet, dus sorry daarvoor. Ja. Bedankt. De centraal staat de mens, hè? Maar dan... De mens kan ook de burger zijn natuurlijk. Hè. Maar als mens kunnen wij kennis nemen van het waarheidsbegrip. Als wij, dus je ziet links de kolom en dat eindigt op recht. En je ziet rechts een kolom en dat start met recht. Als we nu vertrekken vanuit het waarheidsbegrip en we gaan een gesprek aan, dan weten wij... In de zin dat wij een argumenterend gesprek willen voeren met een andere mens, dat in principe het waarheidsbegrip er al is vooraleer dat wij in gesprek gaan. Want het gesprek is bedoeld om eigenlijk een soort waarheid te leren kennen. Door argumenten, door discussie, door debat aan te gaan met mensen, proberen wij te vinden hoe dat de vork aan de steel zit, hè. Hoe dat het er zou kunnen uitzien. Wat dat kan waar zijn en wat dat niet kan waar zijn. Maar aangezien dat wij dat gesprek, dat argumenteerd gesprek aangaan, moet de waarheid voorafgaan aan het gesprek. Moet dat waarheidsbegrip er al a priori aanwezig zijn. Anders heeft per definitie ons gesprek dat evolueert of dat zich ontwikkelt geen bestaansrecht in feite. Dus ik heb het over een serieus gesprek, hè. Geen holle familiepraat of gelijk wat, maar een gesprek waar dan we iets rijker, waar dan we iets meer willen van uitbekomen, waarom dan we ook dat gesprek aangaan. En dat gesprek is eigenlijk ook dan de basis van een democratie. Dus het gesprek gaat de democratie vooraf, want we zien dat als we bijvoorbeeld een referendum zouden organiseren, een volksraadpleging van onderuit, vanuit de burgers, dan gaan die burgers met elkaar in gesprek gaan, want uiteindelijk is het de bedoeling om ook in het stemhokje een beslissing te nemen over een bepaald onderwerp, een bepaald thema, iets dat op de agenda staat en dat een draagvlak gekregen heeft reeds. En op die manier, door dan beslissingen te nemen, dus door het gesprek, dat dan een democratisch gesprek wordt, dat een draagkracht krijgt, op die manier komen we uiteindelijk tot recht.
En dus we zien dat dat dus de mens is die recht creëert. Maar ik ga er nog verder op ingaan. En dat recht, dat wordt dan veruitwendigd in wetten. Die worden dan neergeschreven. En we weten ook dat wetten in feite uiteindelijk leiden naar orde. En orde in de samenleving, dat leidt naar vrede. We kunnen ons ook stellen dat als een land in oorlog is, als we omgekeerd redeneren, dan weten we dat er geen orde in dat land is. Dan is er daar wanorde. Oorlog, vechten, dat betekent wanorde. En waarschijnlijk zijn er daar dan geen goede wetten in dat land. We kunnen hetzelfde zeggen voor als er straatgeweld is. Dan is er iets dat er daar wetten zijn die niet gerespecteerd worden. En wetten worden gevormd door rechtspraak. Dus daarboven het recht leidt tot wetten, tot orde en tot vrede in feite. En we kunnen dan nog verder gaan vrede, dan leidt in feite dan ook tot het geluk. En we kunnen dan ook nog zeggen dat de mens door in gesprek te gaan met zijn medemens zichzelf verder kan ontwikkelen. En dat is in feite uiteindelijk dan de bedoeling van ons leven hier in feite. Als we dat zo stellen en zeker dat er ons voorgesteld wordt. Dan, wat is recht? Laat ons daar nu een keer eerst op focussen. Dus ubi societas ibi ius, dus daar waar er samenleving is, daar is er recht. En we stellen dus dat recht, gelijk dat we het daarnet gezien hebben, de reële orde is van de wereld. Dus de objectieve orde van de menselijke samenleving. En recht is een realiteit, net zoals dat gezondheid een realiteit is. Die definitie en zo komt ook van Jos Verhulst, maar ook van Patrick van Dun. Ik ga het er nog verder over hebben, maar hij maakt een onderscheid tussen realiteit en werkelijkheid. Werkelijkheid is iets dat tastbaar is, dat je kunt vastgrijpen, dat zijn objecten. Maar realiteit, dat zijn zo abstracte begrippen die niet tastbaar zijn, die je niet kunt vasthouden, maar die we wel weten, dat we kunnen begrijpen dat die bestaan. Net zoals dat we gezondheid hebben, we kunnen dat wel voelen. En schoonheid, gelijkheid en broederlijkheid, die waarde, solidariteit, dat is allemaal, goedheid ook, dat zijn allemaal reële orden in de wereld ook eigenlijk. Dus dat zijn realiteiten. En we hebben gezien, recht is dan de oplossing voor het probleem van de kwetsbare menselijke samenleving. Want wat bedreigt, want we weten zo dat die menselijke samenleving bedreigd wordt. Door wat? Door twee specifieke natuurrampen als eerste en menselijke conflicten. Natuurrampen, dus vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, dat zijn dingen die gebeuren. Maar wat dat wij als mens eigenlijk weinig vat op hebben, dat moeten we dan aan de wetenschappers overlaten, dan die door onderzoek ons eventueel kunnen waarschuwen wanneer dat er ergens een aardbeving of een vulkaanuitbarsting zou kunnen zijn, zodat we ons in veiligheid kunnen brengen. Maar we gaan het vooral hebben in het kader van de democratie over menselijke conflicten. En Patrick van Dun schrijft in zijn boekje, ja, dat is eigenlijk de tragiek van het menselijke lot. En dat wordt in de filosofie ook als zodanig voorgesteld. We gaan een keer naar de diverse menselijke conflicten gaan. Dus van Frank van Dun staat dat zo voor. Er zijn fundamentele oorzaken die er zijn. Er zijn strategieën en er zijn dan verschijningsvormen. Je ziet dat dus in de bovenste horizontale lijn. En er zijn vier mogelijke fundamentele oorzaken. Dus in de eerste, de linkse kolom, de veelheid aan de mensen, de verscheidenheid aan meningen, schaarste aan middelen en dan de vrije toegang tot schaarse middelen. Alleen voldoen ze niet, die oorzaken, maar ze moeten samen aanwezig zijn. Dus het eerste is inderdaad een veelheid aan mensen. Hè. We zijn inderdaad met 7 miljard mensen op de wereld en die moeten allemaal kunnen leven en overleven. Welke strategie of oplossing kunnen we bedenken om aan die veelheid van mensen te voldoen? En dan zegt hij, Frank van Dun, we moeten streven naar eenheid. Hè. Dus eenheid, dat is een monarch.
Dat kan een tiran zijn, dat kan een despoot zijn, dat kan een koning zijn, een keizer. Hè. Dat zijn de verschillen. Dus al die mensen worden geleid door één persoon. Ja? En de verschijningsvorm is natuurlijk een tirannie, maar in onze wereld is dat eigenlijk dan ook een vorm van een maatschappij. We noemen dat maatschappij. En daarvoor is dat niet meer één persoon die aan de macht is en die alles bepaalt. Maar dat kan een aantal personen zijn. Die, gelijk dat we nu met die volmachten, restregering zitten, zijn er een aantal leiders die dus samen, een tiental mensen, die dus alles bepalen, alle regels opstellen, waar wij als burgers ons daar moeten aan houden. Dus we onthouden hier dat als we aan die veelheid van mensen willen een oplossing bieden, dat we streven naar één gedacht, één persoon die leidt, of een aantal personen die aan de macht zijn, en dat noemen we dan een maatschappij. En in onze westerse maatschappijen, hier in West-Europa, noemen we dat dan particratieën. Een tweede mogelijke fundamentele oorzaak is de verscheidenheid aan meningen. Want al die mensen hebben natuurlijk allemaal andere meningen. Maar als we die mening naar al die verschillende meningen willen oplossen, dan kunnen we bijvoorbeeld een consensus inroepen. En dan ontstaat er een groep waar iedereen volgens een bepaalde consensus leeft. We spreken dan van een gemeenschap. Bijvoorbeeld de orthodoxe Joden, die vormen een gemeenschap en die is voornamelijk gebaseerd op een traditie. Er zijn algemene normen, waarden, tradities die gerespecteerd worden. Hans, die alle mensen die in een groep, dus bijvoorbeeld ook de Amish people, dus in de Verenigde Staten, die leven volgens die tradities en die leggen zich daar allemaal bij neer. Dus er is een zekere consensus naar leefwijze toe. Ja. Dan als we de derde fundamentele oorzaak bekijken, dat is de schaarste aan middelen. Er is inderdaad een beperking aan de middelen die we kunnen gebruiken. Zo wat ik bijvoorbeeld nu zit, daar kan er op die moment niemand anders zitten. Dat is het oerbeeld van de schaarste. Als ik een ei heb, dan kan ik daar een roerei mee maken, oftewel een spiegelei. Maar als ik er een roerei mee maak, dan kan ik daar geen spiegelei meer mee maken, als ik maar één ei heb. Een euro kun je maar één keer uitgeven, oftewel aan het een, oftewel aan het ander. Dus dat is het basisdenken over die schaarste aan middelen. Hoe kunnen die oplossen? Wel, door overvloed te creëren. Zodanig dat er altijd van alles is en dat er geen tekorten zijn. Maar spijtig genoeg komt dat eigenlijk alleen maar voor, niet in de werkelijkheid, maar in de literatuur. En dan denken we in de eerste plaats aan een utopie en aan Thomas More met zijn boekje Utopia, waarvan dat dus de vraag is, is dat een utopia of een utopia? Dus een utopia is dan een plaats waar dat het goed is om te leven. Het woordje Grieks, uit het Grieks, goed of wel. Dus een utopische plaats waar dat het ongelooflijk in orde is, waar dat iedereen alles heeft op elk moment dat hij maar wilt, waar dat alles direct verwezenlijkt wordt. Of is het een utopia? Hoe? Dat is nergens, dat is ook uit het Grieks, een plaats die er nergens is, een plaats die er gewoon ook nooit kan zijn, omdat het is geen realiteit, het is geen werkelijkheid, het is een onmogelijkheid eigenlijk. Ja? En dan hebben we dus de vrije toegang, dat is de vierde fundamentele oorzaak, de vrije toegang tot die schaarse middelen. En als we zouden zeggen, iedereen heeft altijd maar vrije toegang tot al die schaarse middelen die er zijn, ja, dan gaat er problemen ontstaan. Ik kan bijvoorbeeld ergens zijn en het staat aan een auto en ik zit hier nu in Gent, ik moet naar Brussel, als ik maar zo maar die een auto neem, maar dat is de mijne niet, maar ik trek mij dan niet aan. En, ja, dat lukt niet. Dus dat is dan in principe oneigenlijk gebruik van iemand anders zijn eigendom. Dus het staat er al, we moeten dan eigenlijk, om die oorzaak op te lossen, moeten we eigenlijk eigendom creëren. Dus als ik gewerkt heb en ik heb wat geld verdiend en ik kan mijn auto kopen door mijn arbeid, dan bijvoorbeeld, dan is dat mijn auto. En niemand kan zomaar mijn auto gebruiken zonder mijn toelating te vragen. Niemand kan zomaar mijn eigen huis binnenkomen zonder dat hij daarvoor uitgenodigd is. Of zonder dat hij daar de toelating voor krijgt van mij.
Dus in die zin. En als wij dan dat bekijken, in welke verschijningsvorm zitten we dan? Wel, dan zitten we in een samenleving. En die samenleving, dan hebben we te maken met democratie. Dus we zien hier al, aan die verschijningsvormen, dat een particratie eigenlijk hoort in een maatschappij, waar dat dus wetten gemaakt worden door een overheid. Hè. Dus die eenheid, dat kan een monarch zijn, maar dat kan ook een partijenstelsel zijn, waar dat er enkele personen binnen die partijen de macht in handen nemen. Zij vormen dan de overheid, maar als je dan overheid spreekt, heb je ook een onderheid. En dat zijn dan de burgers. De overheid stelt de wetten op, en de burgers, die moeten dan maar geluisteren, die moeten maar gehoorzamen, die moeten maar sowieso die wetten volgen. Nee, wij zijn als Vereniging voor Meer Democratie, zijn wij dus voor het onderste verschijningsvorm in de maatschappij, of beter in onze wereld, voor een samenleving. Wat dat dus geen hiërarchisch verband is, gelijk in de maatschappij met overheid en onderheid, dus burgers die eronder staan. Dat is dan een top-down creatie eigenlijk, maar wij zijn voor een samenlevingsmodel waar dat er een democratie kan zijn, waar dat er geen hiërarchie is, waar dat sowieso altijd de burger bovenaan staat, of waar dat alle burgers op hetzelfde niveau staan. En dat er we noemen dat geen hiërarchisch, maar dan in de horizontaal verband een heterarchisch niveau. Dus in de breedte werken. Niet in de hoogte-diepte, maar in de breedte. En dus dat is al dusdanig komen tot een democratische samenleving, waar dan dus de burgers het recht in handen hebben en zelf hun wetten kunnen maken, zonder verantwoording te moeten afleggen aan de overheid. Dus een horizontaal verband en geen verticaal verband, gelijk in een maatschappij. Dat is eigenlijk eigenlijk een heel belangrijke tabel, waarin dat we zien dat al de vier de fundamentele oorzaken moeten aanwezig zijn om naar een samenlevingsmodel te kunnen komen. Volgens Frank van Dunne, professor in het recht. Als we nu een keer kijken naar de rechtsstaat ten opzichte van een bestuurstaat. Een rechtsstaat, dat zal altijd neerkomen op een democratische staat. En een bestuurstaat heeft dus te maken met een particratische staat. Waar wij dus nu voor het ogenblik in leven. Hè. Een rechtsstaat, dat is een staat die het recht als hoogste gezag handhaaft. Dus recht uit het jus, het Latijnse woordje. Hè, want als de zanen komen tot jurist. Hè. En dus hetgeen dat rechtmatig is. En recht zien we dus dat een staat die de wet als hoogste gezag handhaaft, hè, lex, van het Latijnse woordje lex, dat zijn legisten, dat zijn de kenners van de wetteksten, die zijn daarin gespecialiseerd. Hè. En een jurist is gespecialiseerd als kenner van het recht, hè, en voor hem is het verschil tussen recht en onrecht belangrijk. Maar voor een legist is eigenlijk die specialisatie van wetteksten belangrijk, want het is niet belangrijk om recht te spreken voor hem. Het is eerder belangrijk hoe dat hij recht kan omzeilen. Als mensen die, drughandelaars, duidelijk schuldig zijn, maar hun advocaten kunnen hen vrijpleiten, omwille van een gaatje die in de wet voorkomt, want die advocaten die kijken daarnaar, die doen alles, staan alles in het werk om hun cliënten vrij te krijgen, ook als dan die in fout zijn. Ja? Dus omdat de wet dat toelaat. Die wetten zijn niet in orde. Er wordt geen recht gesproken. Er wordt wel de wet gevolgd. En dat is verschil, een fundamenteel verschil, volgens Frank van Dunne, dus tussen juristen en legisten, tussen een rechtsstaat en een bestuurstaat. Een bestuurstaat, dat noemt hij ook nog een beleidsstaat of een politiestaat. En dat zien we nu, dus met die volmachtenregering, zien we dat nu opnieuw. He, politie die met drones zitten te kijken en infraroodstraling, voor te kijken welke mensen dan er in een andere caravan zitten, of die drones die overvliegen, voor te kijken of dat met 4 of 5 mensen samen zitten, of dat je in je tweede verblijf zit en al. Dat is dus duidelijk een bestuurstaat. Daar worden wetten gemaakt, regels opgesteld, buiten onze wil. Dus dat is echt zuiver particratisch, met volmachtenwetten, waar wij niets aan toe te voegen hebben. Alleen dat we nog met minimumboete van €250 kunnen betalen als ons pakken, als ons ontdekken. Dat is dus echt wat straf. En dat is dus het fundamentele onderscheid. Dat wij
Maar ik ga daar later nog op, in de volgende slides op terugkomen. Dus de juridische macht is dus de rechterlijke macht. En dat is dus een van de drie machten binnen ons politieke domein. Namelijk de uitvoerende, de rechterlijke en de wetgevende machten. En de legislatieve macht, die hoort daar niet bij, hè? Bij die drie geleden, het systeem van die scheiding van machten, dat is de wetgevende macht, die hoort niet als rechterlijke macht te functioneren. Hè? De wetgevende macht moet dus de macht zijn, om dat woord te gebruiken, het is natuurlijk macht, maar dat is het recht in feite van de burger om de wet te maken. We zien dus bij de rechterlijke macht, dat de rechtsstaat haar wortels heeft, volgens Frank van Dun, in de natuurrechtelijke traditie. En hier hebben dus de mensen rechten als mensen. En in het systeem van de politiestaat of van de bestuurstaat, dus in onze particratie, dat is de beleidsstaat die zijn onderdanen verplicht tot gehoorzaamheid aan zijn bestuursvoorschriften. Dus wat we nu ook weer zien, hè, er zijn dus wetten niet, wij hebben geen rechten als mensen, maar er worden wetten opgesteld voor de mensen. Hè. En dat gaat dus zover nu, gelijk in onze tijd nu van die coronaperikelen, dat dus wij als mensen eigenlijk al als dieren behandeld worden, zoals Vergul spreekt zelfs van konijnen, die ze volgens de goede wil, alleen volgens hun eigen wil, in kotten kunnen zetten. En dan zeggen van, je blijft in je kot. En wij zullen wel zeggen wanneer dat uit je kot mocht en voor hoe lang dat uit je kot mocht en hoe ver dat je kot van je kot kunt verwijderen en heel de boel. Dus we zitten hier echt met een systeem dat ons totaal opgelegd wordt zonder dat wij dat eigenlijk willen. En dus is een schande om, als je dat op zo'n manier bekijkt, van nog van een democratische status te durven spreken, terwijl dat je op zo'n manier handelt en voorschriften oplegt. Dus we kunnen resumeren dat in een rechtsstaat is er geen onderscheid tussen overheid en onderheid. Dus de onderheid, dat zijn dus de onderdanen, de burgers. Het is dus een zuiver horizontaal verband. En in een bestuurstaat is er het verschil tussen echte misdaad en een overtreding van regels zal vervagen. Ik heb gesproken van die drugsdealers. Hè. Ik haal ook dikwijls het voorbeeld aan van uw auto mogen op de openbare weg niet ongesloten achterlaten. Want iemand kan uw deur open doen en ik kan iets uit uw auto stelen of wat dan ook. En als je zou het gepakt, dus er zijn een tweetal jaar geleden, ik had dat toen toevallig op televisie gehoord, dacht dat een aprilgrap was, maar blijkbaar als je je auto ongesloten op de openbare weg achterlaat en de politie staat daar vast, dan kun je een boete krijgen. Dus dat, je doet niets niet verkeerd eigenlijk. Allee, je auto ongesloten achterlaat, zou je kunnen zeggen, doe ik hier nu een misdaad, doe ik hier nu een strafdaad of zo. Ja, er is eigenlijk, volgens de wet, blijkbaar is dat not done. En als je gepakt wordt door de politie, dan kun je een boete krijgen. Dus in een bestuurstaat zie je dat de echte misdaad een echte misdaad impliceert schending van natuurrechten, stellen wij. En overtreding van regels impliceert dus ongehoorzaamheid als burger aan de overheid. Zo kunnen we dat in feite bekijken. In een bestuurstaat is er een fundamentele rechtsongelijkheid. Want de overheid machtigt zichzelf toe om dingen te doen die ze als misdadig beschouwt als andere mensen ze doen. Dus ze kunnen ons verplichten om een wapen op te nemen, een uniform aan te trekken, een wapen op te nemen, mensen te mobiliseren om in een oorlog te gaan, naar een oorlog te gaan en daar andere burgers dood te schieten, die ze van toet nou blazen kennen of zo. Maar zij zelf kunnen dat doen als overheid, zij kunnen ons daartoe verplichten, maar wij zouden dan een keer moeten doen, dus dan zijn we misdadig. Maar voor hen, die misdadigheid dan vervaagt dat in het kader van een oorlog of van straatgeweld, van politiegeweld en heel de boel. En volgens de definitie van Frank van Dun, die hij aan de rechtsstaat geeft, hij zegt, de rechtsstaat is in oorsprong en wezen, de rechtmatige ordening van menselijke aangelegenheden, waarin de staat als organisatie ter vrijwaring van de rechtsorde geen overheidsmacht heeft, enkel een rechtsbeschermende functie. Dat is de definitie die hij daaraan geeft. Dus het idee van een rechtsstaat is gebaseerd op ten eerste een werkelijke scheiding van die drie machten. En
binnen, dus die uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht, die moeten effectief gescheiden zijn, wat dan we vaststellen dat dat niet is. En ten tweede, de onafhankelijkheid van de rechterlijke functie. Die mag niet beïnvloed worden, dus nog door de politiek, nog door politici, nog door, om het even wie, en ook niet door religieuzen en denk dan aan de Koran en al die dingen meer. Dus vaststelling, ten eerste, geen scheiding tussen, er is geen scheiding hier in België tussen wetgevende en uitvoerende macht, want ik heb twee puntjes aangehaald. De parlementaire meerderheidspartijen dus zijn ook de regeringspartijen. Dus degenen die in het parlement zitten, ook de politici van die partij, zijn ook de, hebben ook dezelfde politici uit die partij, zitten ook in de regering als minister of noem maar op. En het parlement kan machtiging verlenen aan de regering, hè? Dus bijvoorbeeld door volmachtwetten. Hè? Ik had het nog maar gezegd op mijn lezing in Gent, dus in de Steinerschool daar, als er een week nadien er opnieuw een volmachtenregering aan de macht gekomen is. Hè? Dus die opnieuw regels en al heeft ingesteld. Dus op die moment, die vrijdagavond, was er nog geen vuiltje aan de lucht. En nog geen week later waren er al mee. Dus je denkt ook aan de ouderen onder ons, of iets ouder, aan de volmachten van Martens in de tijd. En dan tweede vaststelling is dus de onafhankelijkheid van de rechterlijke functie. Er is geen scheiding tussen politieke en rechterlijke macht. Want de rechtsstaat is een staatsmonopolie geworden. De rechters worden ook politiek benoemd nog altijd. En zij moeten ook de wetten toepassen die hun politieke meerderen voorschrijven. Zij moeten zich aan die wet houden. Dus er kan ook in principe niet altijd recht gesproken worden. En ook nog, er kan altijd beroep worden aangetekend bij hogere politieke rechtbanken. En dan denken we aan het grondwettelijke hof. Daar zitten een aantal politici in en een aantal rechters. Dus politici horen daar niet in thuis. Zelfs als ze misschien rechten gestudeerd hebben, dat zijn zuiver politici die al in een bepaalde partij gefunctioneerd hebben, die dus op die manier functioneren. En die worden dan benoemd in het grondwettelijke hof. Dus eigenlijk kan dat niet. Hè? Dat is politiek en rechterlijke macht die in elkaar grijpen en die in elkaar verstrengeld geraken. En die dus duidelijk zeggen dat er, allee, dat kan niet, dat er daar uiteindelijk geen recht op die manier moet mee omgesprongen worden. Dus het doel van het recht, ik ga dat ook nog even behandelen. Fiat justitia, nee, periat mundus. Dus we hebben het al gezegd, dus later er recht zijn, omdat de wereld niet zou vergaan. Dus we weten het al, recht leidt tot wetten, rechtvaardige rechten liefst. En dan komen we tot vrede. Hè. Uiteindelijk, denk aan dat kaderke dat ik daar in het begin getoond heb. Hè. Dus we moeten, het doel van het recht is, dus het scheppen van voorwaarden voor. En hier komen dus die drie domeinen ter sprake, die dus door Steiner in dus onze wereld ingeleid zijn. Dus we moeten zorgen dat de mensen zich geestelijk kunnen optimaal, dus elke mens individueel optimaal kan ontplooien. En dat gebeurt dus in het culturele domein. En niet, dus het recht moet niet inhoudelijk regelen van het denkleven. Dus we gaan het er nog over hebben, het denkleven moet vrij zijn. In het culturele domein eerst de vrijheid. Hè? En dus geen regeling daarvan. Volledige vrijheid. Dan ten tweede moeten voorwaarden geschapen worden voor een geordend menselijk samenleven. En dat is dus in het politieke domein. Want daar kunnen inderdaad, waar dan mensen samenkomen, kunnen er menselijke conflicten zich voordoen. En dan moet er ook voorwaarden geschapen worden voor een solidair gerichte macht. Dus, en dat is dan het economische domein. Dat zijn dus die drie domeinen, maar die komen verder in de lezing nog aan bod. Hè. Indien de macht weten we dus dat er zich schaarste kan laten gelden. En om dus geen conflicten te krijgen, moeten we proberen van recht te creëren. Dus handhaving van recht veronderstelt rechtvaardigheid. Bert heeft er ook al over gehad, wij als mensen, en Mark ook, dus dat wij hebben een soort rechtvaardigheidsgevoel in ons. Wij hebben ook een soort waarheidsgevoel in ons. Of wij weten dat er zoiets is als waarheid en dat er zoiets is als rechtvaardigheid. En wij willen eigenlijk daar
denk ik, allemaal een stuk naar streven, naar die rechtvaardigheid. En daarom zijn we die som van vaardigheden die nodig zijn om nu een rechtsorde te handhaven, dat is dus het handhaven van het recht. En die rechtvaardigheid staat in die zin tot recht, zoals een middel tot zijn doel staat. Dus wij gebruiken ons rechtvaardigheidsgevoel om tot recht te komen en om tot wetten te komen. Ja? En Protagoras schreef al in de 5e eeuw voor Christus: de mens weet van nature wat rechtvaardig is. Dus dat zou heel diep in ons menselijke zijn of in ons menselijke wezen aanwezig zijn. Goed, dus Stan, jij merkt ook van in een democratie zouden fraudeurs genadeloos moeten gestraft worden. Daarnet heeft Erik het over het recht gesproken. Dus dat bevindt zich daartoe. Maar ik ga eventjes iets zeggen hoe dat in het algemeen in een goed draaiende directe democratie werkt. En dat is dus dat er is in een directe democratie gewoonweg veel minder criminaliteit. Witte bordencriminaliteit of criminaliteit in het algemeen. Om verschillende redenen. Ten eerste, er is meer waarneming van de burgers als collectiviteit, als het samenvormen van de samenleving. Dus abnormaliteiten, zal ik zeggen, extremen, heffen zich in een democratie veel gemakkelijker op. Daar leeft eigenlijk de wijsheid van de massa. Dus de wisdom of the crowd. Ziet je? Dus vermits dat er een groter burgerschap is in een directe democratie, gaan de burgers ook niet dwars liggen, niet tegen elkaar, want zij weten dat ze medescheppers zijn van het recht en van hun samenleving, en ook niet van een overheid, want dat bestaat in hun ogen niet, want de overheid zijn zij zelf. Maar er is natuurlijk altijd criminaliteit, want de natuur van de mens is niet ideaal. Er zijn goede en minder goede impulsen. En daarvoor is er nu juist het recht, wordt nu juist het recht gecreëerd. Ziet je? Zoals Erik daarnet gezegd heeft, een samenleving gaat nu juist recht creëren om vrede onder elkaar te willen bereiken. Wel, het gaat erom, er zijn hier in België enorm kapitalen die het land, dus die door de werkman gegenereerd worden en die het land gewoon verlaten naar eilanden, postbusbedrijven. Wel, dat is nu waar we het over gehad hebben, hè? Over recht. Wel, dat is nog altijd het recht wat geldt. En ja, wat ik mij dan afvraag, is daar geen mogelijkheid om via meer democratie of noem maar op, daar een punt van te maken om daar massaler vanuit het volk tegen in te komen dat moet gedaan zijn. Juist, dat is wat ik daarmee bedoel. Ja, en ja, je hebt het juist heel mooi verwoord in meer in democratie en in recht. Ja. Ja, weet je, Sinterklaas die komt de 6e januari, 6e december. Hè? Maar ik geloof in Sinterklaas. Is het leven niet vandaag? Begrijp je? En dat bedoel ik. Ja. Het is allemaal heel mooi uitgelegd, hè? Maar ik ben een arbeider. En ik heb in de vakbond gestaan en ik ben geschopt en geslagen geweest. Ik ben verschillende keren voor de arbeidsrechtbank moeten komen. Dus ik ben iedere keer terug binnengestapt in het bedrijf. Maar ik wil maar zeggen, ik heb geprobeerd rechtvaardig te leven in mijn arbeiderscarrière.
als bouwvakker. Ja, maar jammer genoeg, Bernard... En ik hoor u graag praten. Ik weet niet wat jij gedaan hebt in uw leven. Maar voor mij, excuseer, jij bent misschien een hele brave man, maar dat is prikpraat. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik wil graag naar u luisteren. Maar het is allemaal heel mooi. Ja. Maar nu, dat bedoel ik met als je als organisatie daar iets aan kunt doen, ja. Ja. Wel, begrijp je? Ja, ik bedoel dat niet persoonlijk of slecht. Ik wil het alleen maar verduidelijken wat ik daarmee doe. Ik begrijp het heel goed. En we leven, zoals we hier gezegd hebben, in geen democratie en de onrechtvaardigheid eruit van de muren af. Hè? Ja. Maar er zijn landen waar dat dit geen prietpraat is, maar realiteit. Ja. En die richten hun samenleving in zoals wij dat trachten te bereiken. En ik heb ook uitgelegd, door uw samenleving direct democratisch in te richten, door uw systeem zodanig in te richten dat de burgers het recht zelf kunnen creëren, gaan de burgers ook helemaal veranderen. En dan gaat het is systematisch, dat is gewoon een realiteit. Er is gewoonweg veel minder criminaliteit. Er is ook veel minder belastingontduiking. Er is veel beter zorg voor het milieu. Alles wat men, in een, wat men zou zeggen, paradijselijk zou kunnen nastreven, kan natuurlijk niet perfect, maar toch als ten opzichte van ons kunnen we daar naartoe. En dat is onze betrachting en dat is waar wij aan werken. Maar we leven hier in België met het systeem zoals het er is en we trachten ons zich daar uit te werken. Oké? Okay? Ja, Stan, we kunnen proberen met directe democratie is ook een kwestie van, ik noem maar systeemverandering. En in de, die sociale driegeleding waar ik het over had, daar kan je dan bijvoorbeeld ook op democratische manier, zonder wapengekletter en revoluties, kan je bijvoorbeeld op een democratische manier de economie zo ordenen dat daar waar ze schadelijk wordt, om die schadelijkheid op te heffen. En hoe kan je dat bijvoorbeeld doen? Door, gelijk nu heb je het eigendomsrecht, nu hè, dat is niet democratisch tot stand gekomen. Maar via directe democratie kunnen wij het eigendomsrecht misschien wel rechtvaardig maken, snap je? Nu heb je kapitaalsconcentraties, een hoge kapitaalconcentratie bij weinig mensen. Ja, kun je afvragen, is dat rechtvaardig? En wanneer je in een direct democratisch, in een echte democratische samenleving leeft, dan kan je democratisch bepalen, bepaalde vergoedingen, is dat nog wel rechtvaardig? En dan verdwijnen die dingen die je zojuist hebt geschilderd. Snap je? Ja. Oké. Bernard heeft een vraag. Bernard, sluit het daarbij aan of is het een andere vraag? Sluit erbij aan. Sluit erbij aan. Ja. Oké. Okay. Eigenlijk, wou ik reageren op Constant. Ik ben eigenlijk blij met zijn woede. Want moest iedereen op die manier reageren, zouden we misschien sneller het systeem kunnen veranderen. Maar ik denk dat we ook moeten beseffen, een systeem dat al zo lang bestaat, om dat te veranderen, dat heel traag gaat. Dat is een work in progress. Daarvoor zitten wij hier nu samen om dat langzaamaan, denk ik, te veranderen. En dat kan. En het is een en verhaal. Het is, hoe kun je een systeem veranderen? Dat is en van binnenuit en van buitenuit. Dus en misschien nieuwe systemen bouwen naast het bestaande en het systeem van binnenuit veranderen. Het is een en verhaal. Maar ik ben heel blij met uw woede, want dat is een goed teken. Ja, dat wou ik even meegeven. Ja, het vertrekt vanuit een verontwaardiging ook, vanuit de woede van bij de burgers. Van, ja, ze zien het niet meer zitten en ik
natuurlijk, dat is goed als gevoel om er iets te proberen aan te doen, maar daarna moet je die woede of die verontwaardiging op een andere manier proberen in banen te leiden, zodanig dat je iets positiefs opbouwt. Maar er is wel iets waar je van vertrekt en dat is iets waar je niet mee akkoord bent, dat je onrechtvaardig vindt, dat je onjuist vindt. En daardoor, ja, we hebben getoond, ja, een maatschappij, dat was bovenste, een gemeenschap, heb dan je democratie onderaan, maar heb dan ook die utopie, hè? Die bestaan niet. Dus een democratie is geen utopie. Hè? Ik bedoel, dat is geen ideale samenleving. Hè? Dus dat was dat kader, dat was duidelijk om aan te tonen dat een democratische samenleving, dat iets helemaal anders is dan een utopie. Het is ook geen gemeenschap, het is geen maatschappij. We willen geen particratie, we willen geen consensusgroep. Hè? Dat kan allemaal. De Amish people in Amerika mogen voortleven op die manier als zij dat willen. De orthodoxe Joden ook, maar wij willen met meer democratie een samenlevingsmodel opbouwen en dat is democratisch. En niet, wij willen geen particratie. Wij willen dat elke burger gelijkmatig aan zijn rechten kan komen en gelijkmatig in dat rechtssysteem kan deelnemen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En, maar ja, dan moet de lezing natuurlijk gaan nog verder, want dan moeten we nog naar democratie komen, een democratische mens, en referenda en volksraadplegingen, en dan raken we er natuurlijk. Hè. Dus ja. Dat is voor de volgende keer. Oké. Dus dan had nog een vraag die ik... Ik heb nog een vraag. Jij hebt ook aansluitend daarbij, Agnes? Praktisch. Het is een praktische vraag. Ja. Mag ik die stellen? Ja, natuurlijk. Tussendoor, ja. Omdat hier, je hebt de rechtsstaat, onze rechten. Mm-hmm. Maar ik dacht dat jullie ook ergens geschreven hebben dat je recht hebt op betoging. Hè? Ja. Maar hoe gaat dat nu? Men zegt ja, in de grondwet staat er dat je recht hebt om te betogen. Ja. Maar in die noodsituatie blijven die grondrechten gelden? Omdat in België, ik weet niet of jullie het weten, in Antwerpen is er een betoging georganiseerd en dat werd niet toegelaten door de politie. Het was een beetje kat en muisspel, hè? Dat is niet leuk. Maar dan vraag ik me eigenlijk af, wat zijn onze rechten? Ja, dus we hebben de grondwet, maar die is ook niet opgesteld door de burgers. Hè. Dat is door een elite opgesteld. Maar wij worden wel gevraagd om ons daaraan te houden. En die grondwet te respecteren. En hem niet als een voetje papier te beschouwen, wat dat sommige politici dan wel weer doen. Hè. Dus dat is ook wel twee maten en twee gewichten weer. Hè. Maar het staat inderdaad... In de grondwet blijkbaar dat je dat dus moogt. Hè. Ik zou niet weten welk artikel dat is. Maar in ieder geval, wij streven niet naar het recht om te betogen. Wij streven naar het recht om volksraadplegingen te houden. En omdat burgers met elkaar over bepaalde thema's in gesprek gaan, zodanig dat ze uiteindelijk tot een bepaalde mening hebben, zodanig dat ze uiteindelijk kunnen beslissen over dat thema. En dan is het eigenlijk niet meer nodig om op straat te komen en te betogen. Het zou nog wel kunnen, we gaan het niet verbieden, we willen eventueel dat recht wel houden. Maar het kan op een andere manier. Ik ga er nog verder op terugkomen met andere slides. Het basis van de democratie is het gesprek, het argumenterend gesprek. Burgers zijn mensen die met elkaar die de haven hebben om te spreken en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja. En dat is eigenlijk ons Maar als er geen gesprek is, dan kan een betoging ook een middel zijn om jou opnieuw met spanborden en absoluut, zo. Absoluut. Dat is een noodsituatie voor ons, hè. Wij als burgers hebben hier geen democratie. We zitten nog niet zoals in Saudi-Arabië, maar eigenlijk nu al bijna wel. Hè? Maar, dus... Maar je ziet die betogingen. In Amerika zie je betogingen. In Brazilië zie je betogingen. Absoluut. Hebben die dat aangevraagd? Of mag je gaan betogen zonder dat je een vergunning hebt? Allee, wat is je recht? Ja. Ik vind dat heel praktisch. Dwing je af.
Ik vind dat een heel praktische vraag. Van, ik was ook een beetje mijn gewetensconflict. Van, ik vond hun manifest heel goed, maar het werd niet goedgekeurd. Ja, moet je dan, omdat je recht gefnuikt wordt, toch gaan? Ja, inderdaad. Ik bedoel, eigenlijk is dat een willekeurige, dictatoriale beslissing. Je mag niet betogen. Want het staat in de grondwet dat je het wel mocht. Dus degene die u verbiedt te betogen, die overtreedt de grondwet. Dus jij hebt het grondwet aan uw kant, dus gaat jij betogen. En de beste methode om te ontsnappen aan een dictatuur is niet gehoorzamen. Punt. Dat hoor ik graag. Maar ze staan er met de boetes, hè, klaar. Ja, kijk, om goed te kunnen... Om focus te hebben, moet je je ideaal zien. Anders ga je in het wilde weg gaan zaken doen die niet effectief zijn. Vandaar dus dat wij ons ideaal schetsen van direct democratie en dat er al staten zijn waar dat... Allee, er is nog heel veel werk in Zwitserland. Hè. Onderschat dat niet, hoor. Dus, maar toch is dat naar onze normen al een eerste stap, zal ik zeggen. Maar wij zitten nu in een dictatoriaal regime. Dus nu is het aan ons van hoe dat wij daar gaan uitgeraken. Dat is eigenlijk de woede die kon onze dus demonstreren. Hè? Dus wij zitten daar eigenlijk allemaal mee. En het is zoals Etienne de La Boétie schetste. Dus gewoon weg niet luisteren. Ja, we zitten hier in een politiestaat, hè? Ja, gewoon weg niet luisteren, want je geeft eigenlijk de macht. Je geeft, door te luisteren, geef je eigenlijk toe aan hun macht. Ja. Maar ja, dat vergt moed. En dus een dikke portemonnee, bijvoorbeeld. Ja, of gewoon weg je geld en je laat opnemen in de gevangenis. Maar ik vraag me af, is Europa dan zo gesloten... strenger dan Amerika, dan Brazilië en al die andere landen? Daar lukt het wel, hè, om te gaan op straat. Wie antwoordt daarop, die vraag jij misschien? Dus, heb je me... Misschien kan ik er iets op zeggen, hoor. Ik heb het ook in de chat al een beetje gezegd. Men heeft hier gewoon de mogelijkheid gekregen nu, de laatste weken, om gewoon zeer draconische maatregelen te nemen. Ik lees die elke dag in het Staatsblad. Dat lees ik nu met grote aandacht. Omdat eigenlijk men gewoon naar willekeur kan regeren momenteel. Omdat dus eigenlijk het parlement heeft gezegd tegen de regering, los jullie het maar op, tegen de ministers. En de rechtelijke macht, daar luisteren we niet meer naar. Want de maatregelen die we nemen... noemen we uitzonderingsmaatregelen. En die gaan we met gasboetes, dus de gemeentelijke administratieve sancties, gaan we die beteugelen, de overtredingen. Dus je moet zeggen, je moet ook niet meer naar de rechtbank gaan. En in zo'n systeem, hè, waar dat de ministers puur de baas zijn en ook nog eens een keer controleren op de maatregelen die genomen worden, en dat er geen onafhankelijke mening van de rechters meer is, dan ben je aan de willekeur overgeleverd. Dus... kan men hier werkelijk tot op de centimeter gaan bepalen in de winkelstraat hoe ver dat je mag wandelen en dit en dat. En je kunt daar niks aan doen. Dus tenzij je kunt daar niks aan doen. Je kunt niet naar de rechtbank gaan. Hè? Dus, en je kunt ook niet naar uw volksvertegenwoordiger gaan om te zeggen, wat zegt klaagt daar een keer aan in het parlement. Dus eigenlijk, onze scheiding van de machten, die werkt niet meer. Die had je nodig om zo een grondrechten gewaarborgd te hebben. En dat is zeer uitzonderlijk, dat zien we niet in andere landen. Dus dat is het verschil waarom dat men in België werkelijk onder een draconisch beleid leeft momenteel. Ook al wordt er met de glimlach gebracht, maar je hebt geen enkel rechtsuitoefening mogelijk. Nee. Maar hoor ik dat goed, dat de rechterlijke macht uitgeschakeld is? Ah, ja. Dus als jij een overtreding maakt tegen de maatregelen van lockdown, van social distancing, van weet ik veel... He, dus alles wat nu wordt dingen, dat wordt beteugeld met een, dus als een koninklijk besluit. Dus waarin dus staat hoe dat men dat doet. En dat heeft men dus ingevoegd in het systeem van de gasboetes, he, die vroeger waren voor wildplassen en wat was het allemaal.
He, dus dat is nu ook voor de overtredingen tegen de lockdown. Dus als je te veel uit je kop komt, met verkeerde mensen in de auto zit, te dicht bij iemand anders staat, vooral met te veel bij elkaar staan, dat is een groot probleem. Dus, en zo van die zaken. Dus er is een enorme race aan maatregelen. Ik kan die u allemaal opzommen als je wilt. Ik heb die hier allemaal op een lijstje staan. En dat is gigantisch. En de toetsing van die wetten gebeurt ook door diezelfde uitvoerende macht die dus die wetten bedacht heeft. Ja, dat is uitzonderlijk. Dat hebben we niet in andere landen. Dus we hebben niet die volmachten, dus waarbij de regering de wetten mag schrijven, in plaats van het parlement. Dat er politiek debat is van de volksvertegenwoordigers. Dus dat is een eerste ding uitzonderlijk. Het tweede is dat eigenlijk dat geniaal draconische systeem van die gasrechtelijke macht. Dus dat is geen rechtelijke macht. Dat zijn de ambtenaren of de medewerkers van de minister die mogen de straf van opleggen. Dus, en tenzij dat je dus heel ver gaat pushen, dan kun je dus toch op bij een rechter terechtkomen. Ja, ik wil maar zeggen, je hebt voordat je veroordeeld wordt niet de kans om u te verdedigen, al of niet met een advocaat voor een rechter. De boete wordt onmiddellijk geïnd en je krijgt geen verdedigingskans. Dus de rechten zijn helemaal afgeschaft. Dat is het. En dat is niet zo in buitenlanden. Hè. Dus daar letten de regeringen toch nog ietsje meer op. Er wordt wel een beleid afgedwongen, in werking gesteld. Maar er wordt natuurlijk ook een zekere, hoe moet je dat zeggen, beroep gedaan op burgerlijke verantwoordelijkheid, wat hier totaal niet is. Hier wordt men kinderachtig behandeld en gaat men dan ook kinderachtig gedrag krijgen. En nu hoort je de mensen klagen, de bewindhebbers van, ja maar, nu zijn jullie allemaal naar de winkel gegaan. Ja maar ja, alleen kom, zeg, dat was niet de bedoeling. Ja wat denk je, als je de mensen zo lang opsluit en de winkels hebben, natuurlijk gaan ze allemaal naar de winkel. Dus zie je, die kinderachtigheid, die is... creëert men, je wordt niet voor volle mens aangezien en ook daar niet op aangesproken, je wordt alleen maar aangesproken op de regels naleven. Dat is al. Maar die situatie is tijdelijk? Dat staat er zo in, ja, maar dat besluit is nu al 5 keer verlengd. Dus, dat is Jean-Luc Dehaene die destijds de bijzondere eenmalige belasting op de sociale zekerheid. Ja. Met die eenmaligheid werd achteraf dan bedoeld eenmaal per jaar. Ja, alle belastingen zijn eenmalig. Dus, oké. Okay. Maar dus deze besluiten zijn inderdaad altijd beperkt in de tijd, dat klopt. Maar we zitten nu al aan de 5e wijziging van het grondbesluit. En dat kopieert steeds het vorige besluit. En verlengt dan de uitvoeringsdatum. En soms komen er ook bepaalde regeltjes bij. Dus voilà, het groeit aan. Ja. Allee, leuk. In een maar Agnes, nog één ding. We werken eraan. Pas op, wat je wel kunt doen als burger. Maar dat is een heel long shot, maar daar ben ik persoonlijk wel mee bezig. Is heel die wetgeving voor het grondwettelijk hof brengen en als onwettig laten verklaren. Maar dat is een iets langere trek, maar daar wordt aan gewerkt. Dus gerust. Dus, ik wil al die besluiten ongeldig laten verklaren. Dat is wat Actie Populi nastreeft, Ivar. Ja. Nou, ken ze zeker. Maar of dat ze nu deze lockdown besluiten aanvallen, dat weet ik niet. Actie Populi, hè? Dus we hebben daar... moet naar de website kijken. Hè? Ja. Dus Nick Reinhardt, of nee? Hoe heet hij? Nick Reinhardt, hè. Ja, hè? Dus neemt contact met hem op. Maar ik zal eens even ook Actie Populi erbij zetten. Ja. Oké. Okay. Maar hetgeen dat Ivar schetst, Agnes, laat duidelijk zien het verschil in burgerschap tussen de verschillende staten. En oké, België is een particratie, maar België is niet alleen een particratie, maar is zelfs een krakkemikkige particratie. Dat ziet men in de belastingsefficiëntie. België staat aan de top van de verspilling van de belastingen. Ja. Frankrijk staat daar zo tussenin. Frankrijk is ook een grote verspiller. Ah, staat er... Wat? Nee, doe maar voort. Ja. Frankrijk is ook een grote verspiller, maar België is helemaal aan de top, omdat België ten opzichte van Frankrijk, de burgers zijn daar vermogender. Dus, maar ten opzichte van Zwitserland, dus men heeft een studie gedaan van Veld rond de belastingsefficiëntie. Dus ten opzichte van Frankrijk en Zwitserland
verspilt Frankrijk 30% van hun belastinginkomsten ten opzichte van het nuttig gebruik. En in België is dat 50%. Dus de helft van dat wat wij aan onze belastingen afstaan, vrijwillig zo gezegd, hè, wordt gewoonweg verspild. Dus dat wil zeggen dat de burgers hier woedender zijn dan ergens, maar meer onderdrukt. En je ziet dat dus in hun gedrag. En dat tracht men te beteugelen met de gasboetes en zo. Maar in Zwitserland, als je daar een sigarettenpeuk of in Oostenrijk in de sneeuw gooit of zo, dan word je door de medeburgers daar vies bekeken. Dus die mensen hebben dat burgerschap gewoonweg in zich. Die hebben dat zich geïnternaliseerd. Hun samenleving, dat zijn zij. Maar wij ons niet. Bij ons zetten wij ons gewoonweg tegen alles en iedereen af. Maar ik vind toch bijvoorbeeld die petities, hè? Ja. Je hebt ook petitie.nl. Petities.nl. Massa's. Ja. Toch verschillende petities opgesteld, ja. Nu tijdens die lockdown van ontevredenheid, ja, ja. Tegen de afstand van een meter, ja. Of tegen een verplicht vaccin. Ja, dus ja, ja, ja. Maar in België, voordat de eerste, nee. Of in Vlaanderen, voordat de eerste petitie gestart werd, duurde nog al even, hè? Ja, ik vind dat wij als Vlamingen veel te laks zijn en ze worden ons nog onder de knoot. Ja, ja, wel, ik kom daar steeds meer van terug dat wij lafaard zouden zijn. Ja, ik denk dat wij juist in tegendeel heel slim zijn. En dat, we, dat iedereen goed weet dat het een kansloze zaak is. Ja. Je moet heel goed weten wat je doet, want het repressieapparaat is hier veel, veel gesofisticeerder dan in andere landen. Dus, juist. Ja, dat men dus dat heeft kunnen organiseren. Hè? Dus doordat iedereen in de boot zit. Hè? Hier heb je die geheime afsprakenclubs waar dat, ja, ook de procureurs, de parlementsleden, alles zit in dezelfde boot. Een heel zware verzuiling met partijen, waardoor dat je dus niet een competitie krijgt tussen de machten, maar tussen de kleuren. Hè? Dus, en al die kleuren hebben hun eigen rechters, hebben hun eigen politiekers, hebben hun eigen ministers enzovoort. Niet je, dus die breuklijnen lopen anders. En dat is historisch ergens waarschijnlijk gegroeid uit die oppositie tussen katholieken en vrijzinnigen. Hè? Waardoor dat die achten eigenlijk geen tegenstanders van elkaar waren, maar eigenlijk achter de schermen de handen ineen hebben geslagen. Ja. Waardoor dat je een perfect onderdrukkingssysteem krijgt. Ah, ik denk dat vooral in België en in Vlaanderen, en zeker in België, hoe zou ik zeggen, de jezuïetenmentaliteit heel erg is ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dat wat de overheid zegt, is moet je naar knikken en dat is waar. Ja, dat is de hoofdwaarde die in het onderwijs gepropageerd wordt. Je moet niet slim zijn, je moet gehoorzaam zijn. En daar krijg je goede punten voor. Ja. Oké, dus we hebben nog 10 minuutjes, 9 minuten. Dat is gewoon gezegd. Er is nog een vraagje die Stan ook nog stelde. Hebben we dan nog de tijd voor? Of moeten we ergens zien af te ronden met iets? Ik check het even bij jullie. Stellen we de volgende, behandelen we de volgende vraag? En dan ik zou nog één vraag doen. Misschien is aan Stan vragen welke vraag hij het belangrijkste vond. Ja, van die... Wel, kijk, die laatste vraag, hè. Dus ik weet niet, dat zult je op moeten trekken. Ja, ik zal het even publiceren. Een toegankelijk verzamelpunt, hè. Ja. Dat hier, hè. Wel, daar wil ik wel op antwoorden. Hè? Dus Stan zegt dus, hè, een nationaal meertalig publiek toegankelijk verzamelpunt oprichten om haatbericht en nepnieuws zo ruim mogelijk te belichten en te ontkrachten. Hè? Dus we hebben onze VRT-instantie die dat dus doet. Sorry dat ik er even zit te lachen. De theorie. Ja, maar hoe ga je daar zelf op kunnen antwoorden, Stan?
met het verhaal dat we dat Mark daarnet verteld heeft. Gaan we onderscheid maken tussen de verschillende geledingen? En dus, ja, dus dan is de vraag, in de vraag is, in welke geleding zitten we daarmee, met uw vraag? Ja. Weet je, ik heb digitale kranten, bijvoorbeeld de Wereld Morgen. Daar zou je dat in kunnen doen. Of Apache of zoiets. Ja. Ja. Maar ik weet het ook niet, hè. Maar ik krijg hier berichten van vrienden, van goede vrienden. Ja, en die geloven dat, hè. Daar staat dan geen naam onder. Dat wordt dan gepubliceerd. En dat gaat rond. Ja. Maar dat zijn, weet je, dat zijn halve waarheden. Ja, ja. En dat halve waarheden, dat zijn de meest crapuleuze en laffe leugens die er bestaan. Ja, ja. Weet je, daar is iets van waar. En de rest wordt dan vanzelf waar. Ja, daar heb ik een hekel aan. Nog meer dan aan, een fraudeur. Mark, wilt jij daarop antwoorden? Bernard. Bernard stak zijn vinger op. Hij wou iets zeggen. Ja, maar we hebben Stan ook niet geantwoord. Dus misschien dat Bernard iets wil toevoegen aan. Ah, zo, ja, ja. Ja, ik wou even iets toevoegen, want ik denk, een verzamelpunt, er is genoeg informatie. Dus we worden overstelpt met informatie. En de kuddegeest van de mensen is, hoe meer dat je ze overstelpt met hetzelfde, hoe meer dat ze willen van datzelfde. Dus het heeft te maken met bewustzijn. Dus zolang dat de mensen niet bewust zijn dat ze shit aan het slikken zijn, gaan we er niks aan kunnen veranderen. Eerst moet de mens zelf bewust worden, wat is fake nieuws en welke kanalen ga ik gebruiken om het juiste nieuws te kunnen tot mij nemen. Ja. Dus, ja, goed, langs de andere kant, wanneer je de vrijheid in het geestesleven hebt, dat iedereen mag zeggen en schrijven wat hij wil, is eigenlijk het principe van het vrije denken. Dus iedereen mag zeggen en schrijven wat hij wil, zelfs de grootste leugens. Maar, en nu komt het, om het vrije spreekrecht of het vrije meningsuiting op een gezonde wijze te organiseren, moet je ook de vrijheid hebben om niet te hoeven luisteren. Dus als je gedwongen wordt om te luisteren, dan is het vrije spreekrecht al verkracht. Snap je? Dus, en het vrije spreekrecht, hoe zou ik zeggen, dat kan inderdaad op forums gebeuren, waar je zegt, ja, aan dat forum neem ik niet deel, dus ik luister niet naar die mensen. Snap je? Ja. Ja. En je mag natuurlijk je leugens en je dingen zomaar niet over straat gaan uitroepen, waar niemand die berichten kan ontwijken. Maar het mag wel op plekken waar je die bullshit of die haatberichten kunt ontwijken. Ja. Daar kun je niks op zeggen, hoor, in het vrije geestesleven. Nee. Dat is zo. Maar je mag niet andere mensen overstemmen. Je mag niet brainwashen. Ja. En in dat vlak moeten we zeggen, reclame op de publieke straat is een schending van het vrij spreekrecht. Omdat je het principe niet kunt ontwijken. Hè? Dus vrij spreekrecht is echt om je gedachten te zeggen, om je mening te vertolken. Maar het is ook gekoppeld aan het feit om het recht om niet te luisteren. En of er niet mee geconfronteerd te worden. Dus als iemand u aanhoudt voor zijn gedachten zeggen, nee, als jij niet wilt luisteren, heb je ook het recht om niet te luisteren. Ja. Mag ik even een stukje doordoen, Bert? Wat dan? Hallo, Bert. Ja. Op dit moment doe ik vanuit mijzelf, met mijn verantwoordelijkheid, schrijf ik met krijt op de stoep. Ja, je gaat op de stoep schrijven, hè. Het hinkenspel op de stoep. Momenteel heb ik onder andere geschreven, want ik werd daarmee wakker. Bijvoorbeeld, onze vrijheidskeuze afgepakt door onze angst. Dus dat zet mensen aan tot nadenken, hoop ik. Ja. En terwijl ik het schrijf, komen soms de mensen en dan begint het gesprek. En dat vind ik dus ook belangrijk. Ik heb onder andere nu geschreven, zelfstandig denken geeft licht, warmte en kracht
en adem. Overheidsdenken brengt zwaarte, kilte en angst en ademnood. Onder andere, voilà. Ja, dat is juist. Goed gezegd. Ja, maar ik hoop dat iedereen het begrijpt. Ja. Ja. Dat is nu het begin van de ontwikkeling van het bewustzijn. Ja, ja, Tim, dat is fantastisch, man. Bernard? Ja, ik vind dat een zeer goede, want de overheid maakt ons angstig. Dus we zitten in een maatschappij waar we onze zekerheden nog een keer moeten verzekeren, bij wijze van spreken. En via die angst worden wij nog een keer met de media, daar wordt door de media nog een keer een extra schepje bovenop gedaan. En in die zin is dat, worden wij toch gedwongen van nieuws tot ons te nemen die wij niet willen. Dus daar is toch een serieus onevenwicht in hetgeen waar dat wij voorgeschoteld krijgen. Je moet al echt op zoek gaan naar goede kanalen om deftig geïnformeerd te worden. En dan ga ik afsluiten, mensen die deftige research doen naar topics waar de overheid het lastig mee heeft, die worden zelfs geband door Google en big corporations, die hun Gmail-account worden geblokkeerd. Dus ik vraag me echt af waar we naartoe gaan. Ja. Dat klopt. Dus er zijn nu echt grove schendingen van het vrij spreekrecht. Maar bijvoorbeeld, ik moest dus lachen met de VRT. Maar wat gebeurt er eigenlijk? De VRT is een instelling die wij betalen. Dit is een instelling die ons gaat controleren. Dit is een instelling geworden waarbij wij dus de cipiers van ons betalen. Dus wat moet er eigenlijk gebeuren? Er moet echt de mogelijkheid zijn van het vrij spreekrecht. En wat zal er dan gebeuren? Dan gaan er ook mensen zijn, want dat zijn dan individuen en geen overheden of ook geen bedrijven. Dan gaan er mensen opstaan en die gaan het oordeelsvermogen aanscherpen. Die gaan ons inzichten geven hoe dat we onderscheid kunnen maken tussen wat waar is en wat niet waar is. Die gaan ons dat leren en wij gaan die leraren zelf vrij kunnen kiezen. Ziet je? Dus, als het vrij spreekrecht gegarandeerd zijn, gaan er ook meer sites zijn en ook meer mensen zich ook durven uitspreken van wat wij hier bijvoorbeeld denken, want wij durven ons zo goed als niet meer uit te spreken. Dus we hebben ons eigen zelfcensuur opgelegd. Ziet je? Dus dat gaat vrijkomen. En die informatie die dus nu zoek is, dat is eigenlijk misdadig dat wij onderzoeksinstellingen betalen via het belastingsgeld. En dat die dat dan nog voor zich houden of niet toegankelijk maken. Dus het vrije informatie, dat is een fabeltje. Dus dat zijn allemaal stappen die via het rechtsleven moeten gezet worden tot een echt vrij spreekrecht en verder ook een vrij geestesleven waarbij alle ideeën met elkaar mogen botsen. Waarbij dat dan, hoe zegt dat dan, de botsende ideeën geven de lumière of zoiets? Au choc des idées jaillit la lumière. Voilà. Geef het meeste licht. Ja. Bert, dat is mooi gezegd. Meer websites waar we onze mening kunnen brengen. Ja. De sociale media. Maar nu willen bijvoorbeeld bepaalde dokters spreken. Omdat zij de behandeling van de COVID-patiënten niet goed vinden. En verandering willen. Maar die dokters worden gewoon van het internet gegaan. Ja. Dat klopt. Straks ze zijn wetgeving aan het maken dat ze ook websites kunnen blokkeren. Ja. Dus we worden gewoon knel gezet. Ja, dat klopt dan juist. Dus ik schets bewust een utopie. Want evengoed gaan mensen zeggen, hier, we gaan nog meer geld aan de VRT geven, zodoende dat al die berichten die wij, sommige burgers, niet wensen,
dat ze daar allemaal echt een bak in gaan zetten. Want mensen worden zo tegen elkaar opgezet, hè? Ja. Dus vandaar dat je dat vrij spreekrecht echt scherp, utopisch, maar toch realistisch, want dat heeft bestaan en het bestaat. Hè? Dat men daar naartoe kan streven. Dus dat daar echt mensen vrij hun idee kunnen geven, vrij onderwijs geven, geen staatsonderwijs. Dus nu is het ideaal om vrij onderwijs te geven. De kinderen moeten nu niet naar school. Oké, ze krijgen nu via het internet de lespakketten. Maar het is ideaal om mensen die het kunnen en het vermogen hebben om thuis gewoon les te geven en de staatsonderwijs de schop op te geven. Want kijk, wat moet er nu gebeuren in een vrij geestesleven? Daar moet men werken. Hoe gaan we dat financieren? Daar moeten we werken met een cultuurbon. Dus men krijgt iedereen in gelijke een bon. En dat geeft men aan de persoon of een organisatie die voor jou die lessen geeft die jij wilt hebben. En dan is er helemaal geen staatsindoctrinatie meer. Ziet je, het zijn zulke dingen die er ontstaan, dus door die drie gebieden te onderscheiden en dan het rechtsleven, het democratisch leven, te gaan ontwikkelen om voorstellen te doen. Burgervoorstellen, petities. Aan de politici. Ja, dat zitten we dus natuurlijk ook met een... tegen wie had ik dat gezegd? Met hoeveel mensen moeten we zijn dat wij het systeem worden? Ik denk, de kritische massa zijn 300.000 mensen. Denk ik. Is dat voor België dan, dat je bedoelt? Voor België, ja. Dus als er 300.000 mensen op straat komen, denk ik dat er iets kan veranderen. En dat die dat blijven op straat komen. Allee. Echt, blijven op straat komen. 300.000 mensen. Repetitief, zoals de VRT, repetitief als volpomp met die corona-hysterie. Ja. Dus ja, we moeten constant met 300.000 mensen de straat opkomen. We hebben geen andere middelen. Dus onze beweging en Ken werkt eraan dat wij een heel grote beweging worden. We gaan een beweging worden van mensen. Het enige doel is 300.000 mensen zien te bereiken. De gele hesjes. Dat is het begin. Dat is het begin. Ja. Dat is het begin. En maar dat komt nu, hè, die coronacrisis komt nu toch heel goed uit. Want die gele hesjes, het gele gevaar, is nu geweken. Dus dat is toch fantastisch. Je zou toch niet voor minder een vals virus scheppen. Dat is toch gewoon gek. Allee, goed. We zitten in de gevangenis, hè? Ik heb zo het gevoel gehad, want ik heb het geschreven, het staat trouwens op de site van Meer Democratie. Je zag dus het laatste jaar, overal, dus in Hongkong, in Iran, overal zag je mensen op straat komen, niet voor transparantie van de politiek, maar verandering van het systeem. Ja. Dat was Libanon onder andere. Libanon, dat was een artikel van, hoe heet ze weer, Caroline de Gruyter, in de Standaard. Ja. Ja. Dat heel mooi geanalyseerd en heel mooi omschreven. Omdat het zo wereldwijd de mensen precies democratie wilden en de systemen willen veranderen. Ja. Daarom komt nu juist het coronavirus. Juist. Ja. En ook wereldwijd. Dat komt perfect op tijd. Komt juist op tijd. Je zou zeggen, oorzakelijk verband durf ik misschien niet zeggen, maar toch een heel opvallende synchroniciteit. Volgens mij zit een Bert daarachter. Nee, er zit Asterix en Obelix zitten daarachter. De voorlaatste Asterix en Obelix, daar wordt dus een wagen gereisd door Italië gehouden. En dus op die wagen zitten coronavirus en bacillus. Dan moet je maar eens kijken. Dus heel interessant. Je kunt je op Google opzoeken. Dus Asterix en Obelix en coronavirus. Ja, maar het is niet om mee te lachen, maar je zou soms denken van kijk, is dat nu toeval? Is dat nu gewild? Of is dat nu... Of het coronavirus, gelijk sommigen zeggen, bewust is gekweekt, dat weet ik niet. Maar waar ik wel zeker van ben,
is dat het virus is misbruikt om paniek te zaaien. Dat is waar. En een controlled demolition te doen van ons economisch bestaan. Mag ik daar even op antwoorden, Mark? Want ja. Ik vind dat interessant, want mensen die dieper nadenken en diepere research uitvoeren naar zulke verbanden, die worden vaak door de mainstream dan afgezet als van die conspiracy. Ja, ik weet het. Ik weet dat vind ik een hele gemene zet. Dat zijn mensen die zich nu net inzetten om de zaken dieper uit te spitten. En oké, soms ga je verbanden zien die er misschien niet zijn, maar vaak zijn er ook verbanden die er wel zijn. Mm-hmm. En ik vind het wel spijtig dat die mensen worden afgezet als, als conspiracy-theoristen of hoe dat je het ook mag zeggen. Ja, ja, ja. Negationist. Ja. Oké, kunnen we dat sluiten, mensen? Ja. Misschien toch even heel kort feedback. Ik vond het goed, ik zal het zo zeggen. Wanneer is de volgende keer? Binnen 2 weken. Dus dat is... Worden we zo lang met rust gelaten? Ja, ga je dat volhouden? Elke avond, hè. Elke avond, hè. Ja. Elke avond een soeplepel voor het slapen gaan. Ik heb nog niet veel gezegd vanavond, hè? Maar voor degenen die hier nu nieuw zijn, de nieuwe gezichten die ik zo zie, en die misschien de wanhoop nabij zijn, we zullen stap voor stap, en dat heeft Bert nu geschreven in een van zijn brieven, we zullen stap voor stap in de goede richting moeten voortgaan. Niet opgeven, blijven volhouden, de neus in de goede richting houden. Het komt er eens van. Ja, absoluut. En als het er niet van komt... Ik heb het geprobeerd. Maar, De Fransen die zaten er ook mee in 1789. Hè? Maar nu met die situatie kunnen we niet even nadenken. Wat kunnen we concreet doen in deze situatie om om onze rechten... toch te uiten en eventueel toch iets binnen te rijden. Ja. Dus dat we dus concreet proberen iets los te weken in ons Vlaanderen. Ik zeg het, in het rechtsgebied, die rechters die zijn ondertussen niet dood of buiten dienst of zo, maar ze zijn niet gevat, zoals het tijd is. Dat wil zeggen, je hebt er geen toegang meer toe als het gaat over betwisten van die boetes en zo. Maar wat je wel kunt doen, is de wetten zelf betwisten. Dat is heel boeiend. Dat bestaat nog altijd, het grondwettelijk hof. Dus dat je kunt zeggen van, kijk eens, deze wetten maken dat onze grondrechten niet meer gewaarborgd zijn. Dat vergt nogal wat werk en daar wordt aan gewerkt. En ik zal wel laten weten op tijd, als we steun vragen voor funding, dus voor... geld bijeen te krijgen of zo. Financiële steun, ja. Voilà, ja, maar ook om dan zelf ook mee het verzoekschrift te ondertekenen, hè. Voor de grondwettelijk hof. Dus dat is wel belangrijk. Maar het is, ja. In Duitsland is een advocaat die zo'n proces heeft opgestart, gevangen gezet en in de psychiatrie gestoken. Baner. Baner, ja. Ik heb een oplossing. Bernard. Ja, ik heb een oplossing. Vanaf volgend jaar betalen wij allemaal maar 50% van de opgelegde belasting. En wij schrijven allemaal dat ze 50% van het belastingsgeld verspillen. Ja, dat zou natuurlijk schitterend zijn. Het is onrealistisch, maar... Jawel. Bij de vredesbeweging deed dat, de belastingsweigeraar. Maar die zitten, dus die gaan voor 1 euro een bak in, hè. Ja, dus je moet bereid zijn om in de gevangenis te gaan. Ja, ik heb het in het begin gezegd, hè. Dus niet, je moet niet luisteren, maar als je niet luistert, ja, dat is 300.000 in bak inzetten. Ja, daarom. Dus je moet echt goed afspreken en dan ga je met z'n allen zeggen, maar kijk, we gaan vertogen. We kunnen ook zeggen, we doen niks tot we 300.000 mensen hebben, hè. Ja. Ik denk echt dat we...
dat we ons moeten focussen om echt 300.000 mensen bij elkaar te moeten krijgen. Dat daar onze energie naartoe moet gaan. Om onze medemensen mee te krijgen. Mm-hmm. Ik heb ook gehoord dat er in Duitsland een kleine partij opgestart is. Ja, ja. En dat die nu heel veel leden tellen. Hè? Ja, ja. Ja. En ja. Vooral, denk ik, een breekpunt was de verplichte vaccinatie. Ja. Ja, ja. Dat is ingevoerd voor mazelen, voor die drie kinderziekten. BMR, ja. Maar dat is ook een middel om de krachten te verenigen. Hè? Ja, ja. Ja. Een nieuwe partij, maar geen enkele partij spreekt... legt de leugens bloot, hè? Ze doen maar gewoon mee met een beetje bedisselen over die lockdown. Ja. Maar die leugens van die sterftecijfers, die besmettingen... Nee, daar zijn ze het allemaal mee eens. Ja, ja, en die leugen... Maar er is in andere landen gebeurt het wel, hè? Mm-hmm. Dat ze in het parlement kunnen die leugen doorprikken. Maar in België heb je dat niet. Dus... Eigenlijk vind ik een partij starten die tegen die leugens ingaat, zou volgens mij effect hebben. Ja, België heeft ook een heel kwalijke traditie van, hoe moet je dat zeggen, zeer sterk reductionistisch te denken. Hè? Dus dat wil zeggen, de mens niet te zien, niet voor vol aan te zien als iemand die ook een spirituele component heeft. He, dus bijvoorbeeld met die vaccinatiezaak, als je dat heel materialistisch bekijkt, dan ga je daar zelfs bijna moeilijk tegen kunnen zijn. Als je natuurlijk zegt, ja maar, hela, ik wil ook een vrije keuze hebben enzovoort. He, ik ben ook een unieke mens en ik ben geboren om gezond te zijn en mijn lichaam is oké en ik zorg ervoor. Dat zijn waarden die hier heel slecht verzorgd worden in de publieke ruimte. He, slechter dan in andere landen, he. Dus ik zeg het er ook bij. Dus he, waar is België ziek aan? Dat zijn dat soort zaken. He, dus hier word je onmiddellijk neergesabeld als je een overstijgend filosofisch betoog houdt, waaruit zou blijken dat er een soort planmatige doelgerichtheid is in het bestaan, dat er een zin is van het bestaan. Ah nee, er is geen zin van het bestaan, we gaan allemaal dood. He, dus dat wordt onmiddellijk teruggegaan. Het is ontzettend zwaar geestelijk om daar tegenop te knokken. He. En die mannen die komen op VRT en in de afspraak enzovoort, om je dat netjes uit te leggen waarom het bestaan eigenlijk geen zin heeft, waarom dat we kuddedieren zijn, en gewone evolutionaire producten zijn, en that's it. En dat wordt hier publiek ingeprent bij de mensen. Dat is niet simpel om dan uw stem te verheffen. Hè. Dus... Een goed beeld ervan was Etienne Vermeers zaliger. Ja, dat was Etienne Vermeers zijn school. En nu is Johan Braakman. Hè. Houd die naam in gedachten. Hè. Johan Braakman, dat is de donkerste figuur van België. Hè. Is het niet, hè. Maar pas op, Ivar. Ik vind dat iets mondiaal. Alleen niet mondiaal, maar voor de westerse wereld is dat vrij algemeen. Ja, ik weet wel. Maar in België maakt men er nog een lol van om u persoonlijk te vernietigen. Dus dat zie ik minder in andere landen. Het hangt in de lucht, maar hier hangt het niet alleen in de lucht. Steekt uw vinger op en jij krijgt van Johan Braakman persoonlijk klik op. En dat doet dat via de media. Dus dat is een... Ja. Ja, nee. Het is, België is klein en dat maakt dat je hier nog persoonlijk wordt aangesproken. Dus je wordt onmiddellijk verketterd. Dus dat is... Ik denk dat het nog niet erg genoeg is dat mensen nog niet opstaan, omdat het allemaal redelijk is. In Duitsland is de riem al strakker toegespannen. Hè? Dus hoe meer de mensen knel zitten, hoe meer ze zullen ageren. Hè? Ja. En wat heb je hier gehad? We hebben een dispensatie gekregen, een versoepeling van de lockdown voor Moedertjesdag. Wie gaat er nu nog in opstand komen? Het is spel veel subtieler gespeeld. Dat is, hè, en dat is dus een zeer snelle epidemiologische evolutie. Dat staat in het staatsblad. Hè, een zeer snelle epidemiologische evolutie. Waardoor dat we ook geen tijd hebben om die lockdownbesluiten wettig aan het advies van de Raad van State te onderwerpen. Het was ineens Moedertjesdag. Dat was een zeer snelle epidemiologische evolutie. Snap je? Dus die besluiten zijn zo onwettig als het maar zijn kan. Maar je moet er verdorie werk van maken voordat je het zover bent. Dus ze pakken nu in snelheid. Dat is heel moeilijk om te counteren. We zijn ermee bezig, maar het is... Ja, je moet naar vermogen handelen. Het is, en dat maakt ook niet uit of dat 300.000 mensen aan bezig zijn of niet. Je moet gewoon die oefening maken om dat allemaal voor te bereiden om naar dat grondwettelijk hof te gaan. Ja,
We werken eraan, Agnes. Ik kan het niet anders zeggen. Ik hou het iedere dag in de gaten. Ik ken alle smeerlapperijen van commas en punten. Wees gerust. Het is niet dat... Bent u jurist? Nee. Nee, want dan zat ik in een of ander systeem van gedwongen kameraadschap met rechters en advocaten enzovoort. En dan mocht ik het niet zeggen, waarschijnlijk. En dat is goed dat je daarmee bezig bent en dat je dat volgt. Ja. Dat kan soms komen. Dat is burgerschap, Agnes. Dat is mooi. Burgers. Je ziet dat er overal hoop gloort. Oké, ik denk dat we gaan afsluiten naar mensen. Ja.